Zoals de oplettenden onder u vast al hebben afgeleid uit de titel van mijn slideshow, ga ik het met jullie hebben over de begrotingsbevoegdheid en de informatierechten van het parlement bij het redden van banken en overheden in het Duits grondwettelijk recht. Waarom denk je dat dat zo'n interessant onderwerp is? Dat is omdat er een zekere spanning zit tussen hoe we die reddingsoperaties praktisch gesproken afwikkelen, namelijk we besteden de onderhandeling, de beslissingen en het toezicht grotendeels uit aan andere actoren en het principe van democratische controle. Immers, ik denk dat geen van u de illusie heeft dat ons parlement heel veel te zeggen heeft over de wijze waarop het IMF te werk gaat, het ESM, etc. Dus de invloed die wij kunnen uitoefenen daarop is heel klein, maar het zijn wel heel grote bedragen uit onze begroting die kunnen verdwijnen of waar kapitaal dat wij hebben geïnjecteerd, waar een risico kan optreden dat we dat allemaal verliezen. Wat zijn dan het type organisaties die zullen terugkeren in de presentatie? Dat zijn voornamelijk dan Europese en Duitse instellingen. Ik zal ze kort aan u introduceren. Het IMF gaat niet terugkomen, maar dat kent u, dat is het Internationaal Monetair Muntfonds. Dan hebben we het Europees Stabiliteitsmechanisme. En dat lijkt een beetje op het IMF. Het gaat net zoals het IMF leningen verstrekken aan landen die een liquiditeitsprobleem hebben om hen de kans te geven toch wat continuïteit te hebben en terwijl hervormingen te doen waardoor ze het geld daarna kunnen terugbetalen. Naast die internationale organisaties heb je ook nationale agentschappen of private rechtspersonen die bepaalde taken zijn toebedeeld. Het KfW is er één van. Dat is een kredietinstelling die opgericht is na Wereldoorlog II om Duitsland herop te bouwen. En die instelling gaat gebruikt worden om geld te lenen aan Griekenland. Daarnaast heb je SOFIN. Dat is een bijzonder fonds dat opgericht is voor het stabiliseren van de financiële markten. En dat is dus in het kader van de financiële crisis die we hebben gehad. Ik ga zelfs nog op de taken terugkomen dat fonds heeft. Een laatste actor is, zelfs als het parlement zelf de beslissingen maakt, dan ga je zien dat ze het vaak toch uitbesteden aan een parlementaire commissie of een parlementaire subcommissie. En dan zie je dat ze ook steeds minder mensen inspraak hebben. Die commissies worden dan soms geheim, waardoor wij er ook geen kennis van kunnen nemen wat daarin gebeurt, etc. Dus je ziet dat de democratische controle daarop zeer moeilijk wordt, omdat je een hele keten van legitimeringen hebt. Wij stemmen misschien wel een wet die toestemt in het verdrag tot de oprichting van het IMF, het ESM, etc. Maar dan hebben we daar eigenlijk nog vrij weinig aan te zeggen. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat de handelingen die die agentschappen stellen en die internationale organisaties stellen, dat we daar informatie over terugkrijgen, zodat we tenminste weten hoe zij in de praktijk werken, desnoods er ons kunnen uit terugtrekken of onze voorwaarden kunnen stellen voor het continueren of onze vertegenwoordiger van België bij die instellingen kunnen wijzigen om er strikter op toe te zien. Dus het is niet dat we geheel geen invloed meer hebben nadien. Die democratische legitimering, dat wil dus zeggen, je geeft de toestemming aan een dienst om bepaalde overheidstaken op zich te nemen. Dat gebeurt dan normaal gezien per wet. En nadat je die bevoegdheid hebt gegeven, kan je een beetje toezicht houden op hoe die bevoegdheid wordt uitgeoefend en die proberen te beïnvloeden door personeel te benoemen, de wet te wijzigen of de instelling af te schaffen. En dat zijn dus de twee belangrijkste elementen van die democratische controle in het Duits constitutioneel recht. Op het colloquium ga ik twee aspecten van die controle bespreken. Dat is voor eerst de begrotingsbevoegdheid en ten tweede de informatierechten van het parlement. Begrotingsbevoegdheid. Daarbij ga ik vooral proberen uit te leggen welke beslissingen het parlement zelf zou moeten blijven nemen. Dat wil zeggen welke beslissingen ze niet kan uitbesteden aan agentschappen en anderen, maar die waar ze zelf over zal moeten stemmen op het einde van de rit. Tweede aspect zijn de informatierechten. En dat gaat over de vraag welke informatie ze kan opvragen, welke ze publiek kan maken en welke informatie automatisch aan haar moet gemeld worden, zelfs als ze er niet achter vraagt. We gaan beginnen met het eerste luik, en dat is het meest volumineuze luik. Het gaat over de begrotingsbevoegdheid. Ik ga daarin proberen het op te delen in drie stapjes.
Eerst gaan we kort even kijken wat de rol is van een begroting in een democratie. Waarom de Duitsers een beetje allergisch zijn aan het geven van volmachten die zeer ruim zijn aan de uitvoerende macht. Ze hebben daar negatieve ervaringen mee gehad in het verleden. Dan gaan we kijken naar de rechtspraak van het Duits Grondwettelijk Hof. En zoals Max in zijn presentatie reeds heeft aangegeven, vertrekt dat vanuit bepaalde feiten. Er is een feitelijke kwestie aan hen voorgelegd. Zij hebben daarop een antwoord geboden, een analyse gemaakt van wat toelaatbaar is en wat niet toelaatbaar is. En er is het gevaar dat als u die abstracte analyse zou hanteren en u vergeet wat de concrete feiten waren die er aanleiding toe geven, dat u een te abstract karakter gaat toedichten. Dus dat u het abstract karakter van taal verkeerdelijk zou denken dat het dan op alles van toepassing is, terwijl het natuurlijk ergens beperkt is door de feiten waarover men zich uitspreekt. Dus daarom gaan we de cases bekijken en daarna de standaard. Standaard zijn twee dingen die ons gaan interesseren. Eén, welke beslissingsbevoegdheid mag niet weg bij het parlement? Twee is, als het parlement het dan gaat uitoefenen, moet hij dat dan plenair doen? Kan ze dingen doorschuiven naar een commissie of een subcommissie? Kan ze het ervoor kiezen om het geheim te doen of is ze verplicht om het openbaar te doen? Dat is eigenlijk wat we willen weten. Goed, dus dat is de begrotingsbevoegdheid, de vragen die we gaan proberen te beantwoorden. We starten met een inleiding. De hele Duitse grondwet is natuurlijk voor een groot deel een reactie op wat er de vorige keer is fout gelopen. Dus de Weimarrepubliek was geen onverdeeld succes, laten we zeggen. En ze hebben daaruit onthouden dat je een democratisch zelfbestuur moet behouden. En een democratisch zelfbestuur is voor hen dat de bevolking waarover de staatsmacht wordt uitgeoefend zelf kan bepalen op welke wijze die staatsmacht ten aanzien van haar wordt uitgeoefend. Dat verschilt van een dictatuur waar de bevolking geen invloed meer heeft op hoe de staatsmacht over haar wordt uitgeoefend. Dat is natuurlijk maar een principe, een idee, dat vervolgens geoperationaliseerd moet worden. Je kan wel zeggen, de bevolking moet over de macht die over haar wordt uitgeoefend de controle hebben. Maar je moet het daarna ook operationaliseerd krijgen. Daarvoor heb je instrumenten nodig. En een van die instrumenten is de begroting. En die begroting bepaalt wat de inkomsten zijn van de staat en haar uitgaven. En dus wat de bevolking als lasten moet dragen en wat de lusten zijn die ze ervoor in de plaats krijgt. En de hele verdeling daarvan bepaalt eigenlijk een beetje wat de overheid van jou neemt en wat je ervoor terugkrijgt. En dat is natuurlijk een belangrijk aspect. Ten tweede, zal bijna elke handeling van de overheid gepaard gaan met uitgaven. Bijvoorbeeld, u zegt, goed, zij willen recht spreken, dan moet u magistraten inhuren, dan moet u griffiers inhuren, gerechtsgebouwen zetten. En elk van die stapjes die ik nu net heb omschreven, die hebben een financieel aspect. Daar moet geld voor vrijgemaakt worden, dan moet in een bepaalde tijdsperiode beschikbaar zijn, dan moet voor een bepaald doel gebruikt kunnen worden, etc. Dus als ik kan bepalen voor wat er geld mag uitgegeven worden, hoeveel en wanneer, bij de overheid, dan bepaal je bijna alle handelingen van de overheid. Dus anders gezegd, de jaarlijkse stemming over de begroting creëert een keurslijf voor de overheid. Elke handeling met een financieel aspect wordt daardoor gereglementeerd en jaarlijks terug onder de loep genomen. En dat maakt dus dat het van een extreem groot belang is binnen uw democratie. En je ziet ook dat het belangrijkste moment in het politieke jaar het moment is dat de begroting wordt bediscussieerd, want dan wordt eigenlijk het hele beleid in vraag gesteld en bediscussieerd. Dus ik denk dat de Duitsers daar wel een punt hebben dat de begroting van een bijzonder belang is voor het realiseren van uw zelfbestuur. Ja, dan volmachten geven aan de uitvoerende macht. Daar hadden ze dus een historisch trauma van. Ze hebben ooit volmachtwetten gegeven en die hebben dan geleid tot de dictatuur en de oorlog. Dus ja, goed, dat liever niet terug. Het idee is dat het parlement zichzelf niet langer mag ontdoen van haar verantwoordelijkheid over het beleid. Ze kan die bevoegdheid niet weggeven. Het is een onvervreembare bevoegdheid. Het is dus geen recht van haar, het is een plicht om de verantwoordelijkheid op te nemen voor het algemeen beleid
en de algemene lijnen van de begroting. Daarover heeft ze geen keuze. Ze moet dat doen. Ze kan naar niemand anders wijzen. Als er iets fout loopt in Duitsland, is er één iemand naar waar u kan wijzen, en dat is uw parlementaire vertegenwoordiger. Op het einde van de rit bepaalt hij alles. Die kan alles stopzetten, die kan alles doen. Dat is het, kort door de bocht geredeneerd, dat is het systeem dat je moet hebben. Dat principe geldt ook voor internationale samenwerking. Dan, we hebben dus gezien, we willen die begrotingsbevoegdheid hebben, die is onvervreembaar, die mogen we niet wegdoen. En dan kom je natuurlijk in situaties terecht waar je dreigt die begrotingsbevoegdheid te verliezen bij het parlement. En dat is namelijk als je bepaalde bevoegdheden overdraagt. Als je bijvoorbeeld naar de Europese Unie bevoegdheden zou overdragen met betrekking tot de begroting, dan hol je die bevoegdheid uit. En kan het zijn dat het parlement niet langer de verantwoordelijkheid draagt voor het algemeen beleid. Hetzelfde is als internationale verplichtingen op Duitsland laat rusten, kan die natuurlijk haar begrotingsbevoegdheid ook op die mate beperken dat er niet langer een vrije keuze sprake kan zijn. Een derde mogelijkheid is dat je zo'n omvangrijke schulden en zekerheden verstrekt dat in de toekomst ook van de verantwoordelijkheid of de bevoegdheid nog weinig rest. We hebben vier zaken die hier de achtergrond gaan vormen. De eerste betreft de leningen die men heeft verstrekt aan Griekenland en het tijdelijk steunmechanisme. Dus men is begonnen met aan Griekenland 80 miljard euro te geven. En daarvan ging Duitsland er 22 miljard op zich nemen, minstens, zie ik hier. Want het Duitse parlement had de minister van Financiën gemachtigd om een borg te verstrekken aan het KfW, zodat hij geld kon ophalen op de markt. Dus wat gebeurt er? KfW leent geld aan Griekenland. Daarvoor moet ze geld ophalen op de financiële markt. En eigenlijk zegt de Duitse minister van Financiën, als het KfW dat niet terugbetaalt, dan gaat de Duitse staat dat terugbetalen. Dat is wat een borg doet. En dus het parlement machtigt hem daartoe. Nu, ja, u kan het al raden, dat volstond natuurlijk niet voor de eurocrisis. En dus dan heeft men een stabiliseringsmechanisme gecreëerd. Eerst een tijdelijk mechanisme, het EFSF. En daar zou 440 miljard in gaan. En daar werd dan een machtiging verstrekt voor 123 miljard euro aan de minister van Financiën, zodat hij die borg opnieuw kon verstrekken voor het EFSF. En nog eens 24,6 miljard was een mogelijke verhoging die men kon verkrijgen mits toestemming van het parlement. Dat zijn de eerste twee wetten. Die hebben samen één case gevormd en je kan al raden aan de tweede case dat daar problemen waren met die wetten. Want er komt daarna een gewijzigde wet. Die gewijzigde wet is er niet alleen vanwege de rechtspraak van het Duitse grondwettelijk hof, maar ook vanwege het feit dat nog altijd het brandje niet geblust was en men het EFSF nieuwe bevoegdheden heeft verstrekt. Opnieuw is hier een machtiging mee gepaard gegaan van dit keer 211 miljard dat de minister van Financiën aan borgen mocht verstrekken. Dus u ziet het bedrag maar oplopen en u kan u voorstellen dat dat een zekere beperking brengt ten opzichte van de begrotingsbevoegdheid van het parlement in de toekomst. Immers mocht dat fout lopen en dan binnen 5 jaar die borgen betaald moeten worden, dan moet plots in de Duitse begroting 211 miljard ingeschreven worden. Dat is wel een vrij grote last op het moment om het beleid nog vrij te bepalen. Want dat betekent dat je in de tussentijdse verkiezingen dus het beleid op dat vlak niet kan wijzigen. En de lasten en de lusten. Derde zaak gaat dan over het verdrag voor het ESM. Dat is dus de opvolger van het EFSF. Het Europees verdrag moet daarvoor ook aangepast worden. Dat is artikel 136. Derde paragraaf dat dan wordt ingevoegd en een stabiliteitsverdrag. Dat stabiliteitsverdrag vereist eigenlijk dat elke lidstaat zorgt dat haar begroting in evenwicht is en in het geval dat dat niet lukt, dat er automatische correctiemechanismen bestaan binnen de lidstaat om die begroting terug recht te krijgen.
En dat die waarborgen normaal gezien verankerd worden in bij voorkeur constitutionele teksten. Dat is de derde zaak. En daar wordt nooit zo'n machtiging verstrekt, dit keer voor 168 miljard. Allee, als u die dingen begint op te tellen, u begint te begrijpen dat dat belastend kan zijn voor de begroting. De vierde zaak gaat over de bankenunie. Wij hebben op Europees vlak nu een mogelijkheid om als er banken worden afgewikkeld en daar zijn bepaalde kosten voor de overheid voor, dan ligt daar een potje klaar waarmee die kosten kunnen gefinancierd worden. Dat potje wordt gevoed door een bijdrage die de banken betalen. En de vraag was of de regulering daaromtrent geen begrotingsbevoegdheid naar Europa had verschoven. Nu gaan we kijken naar de analyse van het Duits Grondwettelijk Hof. Ik heb dat dus opgedeeld in die twee vragen, namelijk welke beslissingsbevoegdheid mag ze niet overdragen en als ze dan de beslissingsbevoegdheid heeft, op welke wijze moet ze die uitoefenen. Er zijn drie manieren waarop haar beslissingsbevoegdheid verloren kan gaan. Overdracht, het aangaan van internationale verplichte omvang van schulden, dat hebben we al gezien. En er zijn twee dingen die belangrijk zijn in de beslissingswijze, namelijk beslist de plenaire versus de commissie of subcommissie en wordt het openbaar gedaan of geheim. We beginnen dus met dat eerste, dat is de overdracht, en daarvan bespreken we eerst de principes. Het principe is dus dat de begroting, ik hoop dat ik daar jullie al wat heb van overtuigd, dat dat de kern is van de parlementaire bevoegdheid, dat dat het kroonjuweel is op haar bevoegdheden. Ze heeft dan ook de plicht om via die weg verantwoordelijkheid op te nemen voor het algemeen beleid. Een uitholling van de begrotingsbevoegdheid zou het stemrecht of de inhoud van het stemrecht grotendeels ontdoen. Dat betekent dat mocht men in de toekomst de begroting niet meer vrij kunnen bepalen, dat je dan met je stemrecht een heel weinig invloed nog gaat hebben op hoe de wijze waarop overheidsgezag wordt uitgeoefend. Dat zou een schending zijn van artikel 38.1 van de Basiswet. Daarboven zou het dan een inbreuk zijn, omdat je het stemrecht ontdoen van zijn inhoud de democratie ondermijnt, van het democratiebeginsel, dat is dan artikel 20 van de Basiswet. Dat zou dan weer een aantasting zijn van de menselijke waardigheid, dat is dan artikel 1 van de Basiswet, en afbreuk doen aan de eeuwigheidsclausule in artikel 79 van het Grondgesetz. Ja, dus u ziet, er zouden een heel aantal artikelen in het gevaar komen. Er is ook een specifieke bepaling over de overdracht van bevoegdheden naar de Europese Unie. Dat is artikel 23. En dat verbiedt om onder andere afbreuk te doen aan de democratie en de eeuwigheidsclausule. Dus het is ook heel duidelijk dat bij overdracht van bevoegdheden aan de EU men aan al die voorgaande principes gebonden is. Goed, wat betekent dat nu in de praktijk? Dus we hebben gezegd, ze mag haar begrotingsbevoegdheid eigenlijk niet overdragen. Die bilaterale leningen, is dat een probleem? Ja, duidelijk niet, want op zich, het parlement stemt daarin toe. En het is niet omdat ze die 22 miljard ter beschikking stelt dat ze meer moet betalen. Dus het Hof zegt, ja, het is voldoende duidelijk uit de rest van de verdragen dat we niet verplicht worden om al de rest van de verplichtingen die Griekenland aangaat in de toekomst, dat we daar allemaal borg voor moeten staan. Dus dat is op zich geen groot probleem. We kiezen er nu voor om hulp te verstrekken. Dat kan op zich. Bij het ESM is eigenlijk niet duidelijk aan wie er steun gaat verstrekt worden in de toekomst. Want dat is een fonds dat we aanleggen en als er iemand een nood heeft, dan kan die daar aanbellen en zeggen, kijk, ik heb een aanvraag, krijg alsjeblieft geld en dan bepaalt ze daarna de voorwaarden. En dus om daar hulp te verstrekken is er steeds unanimiteit nodig. En dat betekent dat de Duitse vertegenwoordiger moet instemmen. Die mag volgens de Duitse wet maar instemmen als het parlement heeft ingestemd. In alle andere gevallen moet hij tegenstemmen. Dus dat betekent dat het parlement altijd zal instemmen voor een reddingsoperatie kan plaatsvinden. Er is een uitzondering, namelijk als de stabiliteit van de eurozone in gevaar komt, dan kan men met gekwalificeerde meerderheid beslissen, maar de Duitsers hebben er zoveel geld in gestoken dat ze een vetorecht nog altijd behouden, omdat hun aandeel in het kapitaal groot genoeg is om in hun eentje die gekwalificeerde meerderheid niet te behalen. Dus de Duitsers kunnen dat tegenhouden, dus ook daar blijft de instemming voor hen bestaan. Voor België ligt dat wel anders. Zij zouden overroeld kunnen worden. Er is dan nog één
geval waar Duitsland het niet kan tegenhouden en de beslissingen bij meerderheid kunnen genomen worden. Dat is namelijk als de verliezen zo groot worden dat men onder de 80 miljard aan kapitaal zou zakken, of als de verliezen zo groot worden of het geld zo schaars in het fonds, dat men de uitstaande leningen niet zou kunnen terugbetalen. En dat zijn gevallen waarin bij meerderheid wordt beslist en Duitsland het niet kan tegenhouden. Daarover zegt dan het Hof, goed, dat klopt, maar Duitsland heeft dan wel met elke lening die verstrekt wordt, die kan zorgen dat het kapitaal, dat er op een moment een verlies komt. Bijvoorbeeld, we lenen aan Griekenland, we lenen daar pak 100 miljard aan. Als die 100 miljard niet wordt terugbetaald, u raadt het al, de 80 miljard kapitaal die we erin hebben ingestoken, wop, in één vlaag weg. Dan moeten we daar min 20 plus 80, dan moeten we daar 100 miljard terug instorten. Daarvan zegt het Hof, ja, daar heeft het Duitse parlement eigenlijk voldoende inspraak gehad, want het heeft kunnen beslissen of ze die steun gaf. Ze had daarmee het risico kunnen beperken en als dan het risico zich voordoet, daarna is dat eigenlijk een beetje haar eigen schuld. En dus de invloed is voldoende groot en dat is dus geen democratisch probleem per se. Stabiliteitsverdrag dan, daar staat uitdrukkelijk in dat de voorrechten van het parlement moeten gerespecteerd worden. Dus het Hof zegt, daar is ook geen probleem. De Europese Commissie heeft daar een rol in toebedeeld gekregen, maar ze heeft niet de begrotingsbevoegdheid gekregen, want ze kan de inhoud van de begroting niet bepalen. Het Hof van Justitie dan heeft ook bepaalde bevoegdheden gekregen in dat verdrag. Daarvan zegt het Hof dan, ja, dat heeft slechts betrekking tot het nagaan of men de gouden regel dat men dus zijn begroting in evenwicht moet houden, een automatisch correctiemechanisme, of men die regels heeft gemaakt in de lidstaat en heeft verankerd zoals vereist door het verdrag. Als er een schending is, kan het Hof van Justitie dat ook wel vaststellen en ze kan een financiële sanctie opleggen, maar ze kan niet de begrotingsbevoegdheid uitoefenen. Dus dat is nog verschillend. Ja, ze kan zich uitspreken over dingen die betrekking hebben op de begroting, maar ze heeft niet de begrotingsbevoegdheid. Dan voor de bankenunie, dat is een meer technisch antwoord. Daar zegt men, ja, het klopt dat er een heffing wordt geheven, geen belasting, een heffing, op die banken. Maar het is een nationale heffing die slechts gebaseerd is op een akkoord tussen de regeringen. En dus de rechtsbasis blijft de wet, niet het intergouvernementeel akkoord. Er was dan nog wat discussie over de vraag of een bepaalde verordening toch niet bepaalde wat die belasting, die heffing, exact moest zijn. En daarvan zegt dan het Hof, nee, dat heeft maar een harmonisatie van bepaalde eigenschappen opgelegd, maar oefent opnieuw de begrotingsbevoegdheid niet uit. Goed, dus we hebben het eerste gehad, je kan bevoegdheden overdragen. Dat is de meest obvious manier waarop je de begrotingsbevoegdheid kwijt kunt spelen door ze over te dragen. Maar je kan ook zoveel verplichtingen op jou nemen dat je ze ook niet meer zelf vrij kan uitoefenen. En zo'n verplichtingen die zitten niet alleen in internationaal recht en Europees recht, maar die staan ook gewoon in hun eigen grondwet. Bijvoorbeeld, in hun eigen grondwet staan een heel aantal bepalingen die zeggen dat hun begroting in evenwicht moet zijn. En dus het aannemen van verplichtingen in verband met de begroting, dat is op zich geen probleem. Het is maar een probleem als daarmee er niet langer een autonome beslissing kan gemaakt worden volgens de vrijgevormde volkswil. Het is daarom dat het parlement voor dat soort beperkingen moet ze de essentiële elementen vastleggen, moet er voldoende beleidsvrijheid in de toekomst overblijven. Maar op zich dat men daar beperkingen creëert is geen probleem. Als daar internationale afspraken over worden gemaakt, moet men er wel rekening mee houden dat het parlement echt een invloed moet kunnen hebben. De enige manier waarop dat kan, is doordat het parlement, voor er een besluit is internationaal, eigenlijk het kader vastlegt waaraan de regering zich moet houden. Dus dat is wel belangrijk dat men daar verwacht dat het parlement wordt geïnformeerd over de onderhandelingen, dat zij standpunten kan innemen, dat de minister daaraan gebonden is in de internationale onderhandelingen en dat zo het parlement niet gewoon op het einde van de rit een verdrag krijgt dat ze dan moet goedkeuren of afkeuren, maar dat ze de onderhandelingspositie van de regering heeft kunnen bepalen. Daarmee wordt ze geen afstempelmachine. Ja, ik vond daar geen goede vertaling naar het Nederlands. Die...
internationale verplichtingen die dan worden aangegaan, die mogen niet neerkomen op een vage volmacht over het opnemen van onberekenbare lasten die op het begrotingsvlak significant zijn. En ze mogen ook geen lange termijn beperking op de begrotingsautonomie vormen die juridisch of feitelijk onomkeerbaar zijn. Dat zijn twee verschillende zaken die ik in de volgende slide zal toelichten. En we kunnen dat toelichten aan de hand van de cases. Dus het eerste was, je mag geen vage volmacht en onberekenbare lasten geven. Dat is, stel dat ik de helft van de Belgische begroting zou zeggen, voilà, we geven dat aan Johan en die moet daar het algemeen belang mee nastreven. U merkt dat dan eigenlijk Johan overheidsmacht uitoefent, want hij geeft dus hetzelfde uit als de helft van de overheidsmiddelen uit en daar is geen enkele beperking op hoe hem dat moet doen. Dus het is heel duidelijk dat als je hem gewoon dat budget geeft van die omvang, zonder een doel te bepalen en andere zaken, dat je gewoon democratische controle omzeilt. En het omzeilen in constitutioneel recht, daar wordt altijd vies naar gekeken. En die onberekenbare last, dat zou zijn als we zeggen, Johan mag om bijvoorbeeld banken te redden alles doen wat noodzakelijk is als die voorwaarden vervuld zijn. En dat we niet zouden weten hoeveel dat ooit zou kunnen kosten, ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, want dan zou Johan wel eens wild kunnen gaan met de visakaart. De bilaterale verdragen dan, dus de bilaterale steun, die is niet onomkeerbaar, dus dat is een eenmalige betaling. Het is wel de bedoeling dat er ooit geld terugkomt natuurlijk. Daarin worden de essentiële elementen vastgelegd en men zegt het bedrag, het doel, de betalingsmodaliteit, de overeenkomst die gesloten wordt met Griekenland, dat wordt allemaal mooi geregeld en dus stemt het parlement met essentiële elementen in en is er geen probleem dat de details wat worden overgelaten aan een ander. Ook de implementatie van de wet lijkt geen onvoorzienbare gevolgen te hebben voor de begroting, omdat het geen afbreuk doet aan de Europese verdragen die zeggen dat je niet automatisch aansprakelijk wordt voor de uitgaven of de schulden van andere lidstaten. Voor hen is er ook voldoende controle op deze akkoorden, omdat men informatie krijgt en voorwaarden oplegt. Dan gaan we naar het EFSF, dus dat is de voorloper van het ESM. Daar bepaalt de wet ook het bedrag, de doelstelling en de periode waarin de steun moet verstrekt worden en de akkoorden gesloten. De landen aan wie de steun wordt verstrekt zijn niet op voorhand bepaald, maar daar heb je weer de instemming van de begrotingscommissie, waardoor opnieuw die controle bij hen blijft. Het ESM dan tot slot, daar gaat het Hof eigenlijk wel zeggen dat er een probleem is met ESM, met de tekst zoals die er ligt, omdat zij schrik heeft. Het Hof van Justitie is nogal geneigd om een teleologische en systematische interpretatie te hanteren waarmee je alles in een tekst kan lezen wat je wenst. En ze hebben dus een beetje schrik van, ja, als dat moet volstaan om stabiliteit in de eurozone te creëren, dan zou men kunnen die tekst gaan interpreteren als, ja, er staat nu een bepaald bedrag in, maar eigenlijk mogen we meer vragen. En dat willen de Duitsers echt wel uitsluiten en ze zeggen, oké, president, je moogt uw handtekening onder de wet zetten, die instemt met het verdrag tot oprichten van TSM, maar je moet dan voorafgaande ook nog er een verklaring aan toevoegen die aan alle partners bij TSM laat weten dat Duitsland zich maar gebonden voelt tot 190 miljard en dat daarna ze geen eurocent meer zullen betalen. Dus men heeft daar eigenlijk een soort van toevoeging gedaan onder de regels van het internationaal recht om zich tot 190 miljard te beperken. Een tweede beperking die het Hof heeft erop gelegd is dat het parlement wel moet voorzien dat er op elk moment voldoende geld kan gestort worden aan het ESM, zodat hun stemrecht niet geschorst wordt. Want als hun stemrecht geschorst is, dan hebben ze in unanimiteit niks te zeggen en hebben ze ook niks te zeggen bij gekwalificeerde meerderheid. Dus dan zou hun vetorecht te vervallen komen. Goed. Dus het eerste aspect was dat je geen vage volmacht en onberekenbare lasten kon geven. Oké, dat is grotendeels in orde, mochten ze wat toevoegingen doen.
Het tweede is dan dat de verplichtingen die op hen worden genomen omkeerbaar moeten zijn volgens de wijzigende meerderheidsopinie. En daar hebben we dus al gezien dat in zowel de grondwet als in bepaalde verdragen wel beperkingen staan die niet zo makkelijk omkeerbaar zijn. Bijvoorbeeld de Duitse grondwet is niet zomaar te wijzigen. Maar dat vindt het Hof niet per se een probleem. Ze geeft namelijk aan dat het soms wel nodig is om de begrotingsbevoegdheid van het volgende parlement te beschermen, dat het huidige parlement geen te grote tekorten mag maken, want anders moet natuurlijk het volgende parlement allerlei kosten doen waar ze zelf niks meer over te zeggen heeft. En ook om de toekomst vorm te geven, dat heeft ermee te maken dat als je een stabiele munt wilt hebben in de toekomst, daarvoor de overheidsschulden niet mogen exploderen, en dat je dus om monetaire stabiliteit te creëren en de toekomst vorm te geven, het een praktisch imperatief is dat je de overheidsschuld wat onder controle houdt. En dat je dus de toekomst een beetje moet binden en aan de mensen geloofwaardig maken. Geen schrik, we gaan in de toekomst geen grote inflatie hebben. We gaan geen grote inflatie hebben omdat de schuld onder controle gaat blijven, dus je kunt vertrouwen in ons geld. Maar dus dat is, om de toekomst vorm te geven, heb je soms niet veel andere opties dan de bevoegdheden van het parlement toch een beetje te beperken. Dat is er dan om de bevoegdheid niet, een beperkte bevoegdheid om haar in stand te houden. En dat heeft te maken met de soevereiniteitsparadox. Je kent die allemaal van Popper. Als je zegt, ik ben een overtuigd democraat en een democratie mag beslissen wat hij wil, en als hij een dictator aanstelt, is het ook goed. Ja, dan bent u geen democraat meer natuurlijk. Je kan niet zeggen, ik ben voor de dictatuur, want het is democratisch. Ja, dan betekent het niks niet meer. Dus de soevereiniteitsparadox wil zeggen dat je, hetzelfde als met God die een steen kan maken die hij zelf niet kan opheffen, als die alles kan, dan kan het onmogelijk ook en dan zit je in paradoxen en dan stort je systeem in elkaar. De voorbeelden van dat soort beperkingen vind je in de basiswet, in de Europese verdragen en ook in het stabiliteitsverdrag. En daarvan zegt het Hof, dat hebben we ooit allemaal al beoordeeld, dit is geen probleem, ga maar. En daarboven, en dat vind ik wel een minder goed argument, is het stabiliteitsverdrag, als je de EU verlaat, dan, ondanks het feit dat er geen clausule staat in het stabiliteitsverdrag dat je eruit kan, dan mag je logischerwijze binnen het internationaal recht ook het stabiliteitsverdrag verlaten, omdat dat er nou mee samenhangt. En daarvan zegt het Hof, het is dus omkeerbaar. Ik vind dat niet zo'n sterk argument, want uit de Europese Unie stappen is geen kleintje. Ik vind als dat uw optie is om de dingen om te keren, dat daar toch een heel hoge prijs aan te pas komt en dat je niet kan verwachten dat je hebt nog bevoegdheid, want je kan uit de EU stappen als je het daar niet mee eens bent. Dat lijkt mij geen haalbare kaart. Goed, de derde optie, dus we hebben al, je kunt ze overdragen, je kunt verplichtingen op u nemen of je kunt omvangrijke schulden maken. En daar heb ik net een voorbeeld gegeven. Stel dat ik borgen begin te verstrekken voor een van de aanwezigen, bijvoorbeeld voor Lieve, voor een gigantisch bedrag. Ja, dan gaat het volgende parlement niks te zeggen hebben aan wat Lieve daarna met dat geld doet. En gaan ze er wel voor moeten betalen als het misloopt. Dus dat is geen goed plan. En u onthoudt, constitutionalisten kunnen niet lachen met omzeiling. En dat is dus een manier om te zorgen dat je de begrotingsbevoegdheid niet omzeilt. Bij grote bedragen is dat dus een probleem en moeten flankerende maatregelen genomen worden die aan risicobeperking doen en deelnamerecht. Wij kunnen wel een heel grote borg geven aan Lieve, maar dan moeten wij ook de bevoegdheid hebben om te zeggen wat Lieve wel en niet aan uitgaven mag doen. Moeten wij daar standaarden voor kunnen opstellen en kunnen controleren of Lieve zich daaraan houdt. Hoe algemener de volmacht, hoe meer inspraak je nodig hebt. Dus als we zeggen, Lieve mag alles doen in het algemeen belang, dan moet eigenlijk Lieve alles terug bij ons komen voorleggen. Als we daarentegen zeggen, Lieve mag dat enkel doen onder voorwaarden A, B en C, dan mag hij eigenlijk zelf oordelen en volstaat het waarschijnlijk dat hij ons gewoon inlicht en dat we daarna kunnen controleren of hij zich aan de voorwaarden heeft gehouden en zo interpreteert zoals wij die wouden. Dan komen we op de basiswet. Die heeft een beperking op het maken van schulden. Dus in principe moet de begroting in evenwicht zijn. Maar voor het verstrekken van borgen is daar geen duidelijke grens in. Ik denk dat ze hier een kans hebben gemist om een analoge toepassing te maken en te zeggen, als je geen schulden mag maken, dan mag je ook niet dat omzeilen door borgstellingen te doen. Want in het andere geval, als dus ik mijn begroting in evenwicht moet houden, is dat heel gemakkelijk. Ik zeg, goed, Vincent, mijn begroting is in evenwicht, maar ik geef u nog 100 miljard aan borgen. Gaat jij het lenen en geeft jij het uit?
dan is het plots wel oké. Ja, het is heel duidelijk dat dat een omzeiling is. Kleine borgstellingen zijn geen probleem voor alle duidelijkheid. Dat heeft geen groot effect op de begroting. Maar dat soort omvangrijke borgstellingen denk ik dat je eigenlijk analoog had moeten toepassen om een omzeiling te voorkomen. Het Hof heeft daar niet voor gekozen en zegt het is pas een probleem als je manifeste begrotingsbevoegdheid loslaat door borgen te stellen. Ik denk dat Angela Merkel die boodschap heel goed heeft begrepen en dus daarna heel veel borgen heeft verstrekt. Zoals je aan de bedragen heeft gezien, namelijk 22,5 miljard, 147 miljard en daarna 190 miljard. Die 190 miljard hadden we al gezien, dat is ingeperkt geweest. Maar daar geeft het Hof een, denk ik wel, heel goed argument. En ze zegt, ja, het klopt dat we nu voor 190 miljard blootgesteld zijn aan risico's, maar vroeger waren wij ook blootgesteld aan risico's, maar onrechtstreeks. Dus als die Griekse en Spaanse banken failliet gaan, dan heeft dat een effect op de Duitse financiële markten, dan verliezen de burgers hun spaargeld, etc. Dus het is niet alsof de Duitse overheid niet aan een risico was blootgesteld voordien. Door het risico op haar te nemen en voorwaarden op te kunnen leggen, kan ze het risico managen waar het ervoor in handen van anderen was. Dus er is wel iets te zeggen om af en toe een bepaald risico op de overheid te laten nemen, omdat ze het toch al draagt. Maar dan kan ze het tenminste managen. Goed, we hebben nu gezien dus, je moet de begrotingsbevoegdheid behouden, je mag ze niet zomaar je mag ze eigenlijk niet overdragen, je mag geen internationale verplichtingen aangaan die haar sterk beperken, en tot slot moeten ze ook omkeerbaar zijn, en je mag je dus geen verplichtingen aangaan en borgen die van die aard zijn dat de begrotingsbevoegdheid wordt uitgehold. Beslissingswijze, daar kunnen we heel snel overgaan. In principe moet dat plenair zijn, omdat enkel de plenaire zitting representatief is. In het andere geval zit de volksvertegenwoordiger er mogelijk dus niet tussen. Dus die moet in principe de beslissingen maken, maar zoals we al hebben gezien, mocht ze zich beperken tot essentiële elementen. In principe moet ze dat openbaar doen. Waarom? Zodanig dat u en ik daar kennis van kunnen nemen en onze volksvertegenwoordiger daarop kunnen afrekenen. Dat neemt niet weg. We zijn juristen, we hebben principes, maar we hebben ook uitzonderingen. Er zijn uitzonderingen mogelijk op die plenaire en het openbare. Dat is aan vier voorwaarden onderhevig. Voor eerst moet men een belang met grondwettelijke status nastreven. Dat is te onderscheiden van wat men in een normale grondwettelijkheidstoets is. Dan is het, ja, je moet iets dat sociaal wenselijk is nastreven, dat is voldoende. In normale situaties, hier vereist men dat het een grondwettelijke status heeft, het belang. Wat dus wel veel strikter is van de belangen die je kan inroepen. En daar geeft men aan, ja oké, we maken heel veel regelgeving, zegt het Hof. Het parlement maakt heel veel regelgeving. Als het parlement wil blijven functioneren en dat wil doen, is het logisch dat ze de voorbereiding van wetgeving doorschuift naar commissies. Dat is op zich geen probleem. Kan bepaalde taken aan commissies delegeren, dat is ook geen probleem. Vanwege de urgentie en vertrouwelijke omgang met informatie kan het zijn dat je soms ook dingen in een kleinere gezelschap brengt of geheim houdt. Dat is op zich nog te verantwoorden, als het dus maar belangen van grondwettelijke status beschermt. De grondwet erkent ook dat het parlement zich op zekere hoogte zelf mag organiseren in artikel 40 van de basiswet. En het belangrijkste is daar dat je dus een taakverdeling hebt wat betreft de begroting. De algemene lijnen moeten uitgezet worden door de plenaire sessie. En dan mogen, als zij de essentiële elementen hebben bepaald, de commissie of een subcommissie gerust wel wat details. Dan komen we aan het tweede element, de strikte inachtneming van het evenredigheidsbeginsel. Daar zijn verschillende problemen bij het EFSF, dus dat is de voorganger van het ESM. Het eerste probleem was dat men daar een subcommissie had samengesteld die geen afspiegeling was van het parlement. Ik geloof dat de liberalen wat meer zeteltjes kregen, omdat dat voor hen een belangrijk thema was en dat ze daar meer dan niet iemand in wouden. In de memorie van toelichting van die wet staat dat het een afspiegeling moest zijn, in de tekst staat het niet. En in de mensen die ze hebben gestemd om erin te steken, is er geen afspiegeling van het parlement. Dus dat is een probleem en daar zijn ze teruggefloten, dus de wetgever is daar teruggefloten door het Bundesverfassungsgericht.
Tweede is dan de omvang van die commissie. Men kan die zo klein mogelijk proberen te maken. Dat heeft men gedaan voor het EFSF voor bepaalde zaken. En men zei van ja, we hebben maar 32 leden in plaats van wat normaal de begrotingscommissies 41 plus plaatsvervangers. Want dat is noodzakelijk om snel dingen bijeen te lopen. Daarop zei het Hof, ja, niet zeveren, een mail sturen naar 32 man of naar 41 plus plaatsvervangers, dat neemt niet meer tijd in beslag. Dus dat vond ze een slecht argument. En ze zei, bovendien, als er dan een paar zieken zijn, haalt je quorum niet meer en kunt je helemaal niks meer beslissen, dus dat gaat niet werken. Dus dat hebben ze moeten herbekijken. En voor de meeste zaken is er ook geen bijzondere urgentie. Heel wat van de dingen die moesten beslist worden, vereisten niet dat er super snel iets werd beslist. Dan de reikwijdte van de vertrouwelijkheid. Ja, men had van alles mogelijk vertrouwelijk gemaakt. En daar heeft het Hof en ook teruggefloten. Men heeft gezegd, oké, als je aankoop wilt doen op de secundaire markt, daar zijn redenen om dat vertrouwelijk te houden. Daar ga ik niet verder op ingaan. Maar voor alle andere gevallen is er eigenlijk weinig reden tot vertrouwelijkheid. En ze geeft daar een heel overtuigend voorbeeld. Bijvoorbeeld de herkapitalisatie van financiële instellingen door het EFSF. Dat is maar mogelijk nadat er eerst een gefaalde poging is om private partners te laten oplossen en een gefaalde poging door de lidstaten. Dan zegt het Hof, ja, daar moet ik niet geheim over doen, want dat is, nee, men heeft die twee andere dingen gezien, men weet waar het naartoe gaat, dan moet je niet geheim samenkomen. Dat gaat duidelijk zijn dat er dan daarover beslist moet worden en dat het Duitse parlement daarover moet samenkomen, dus dat moet je niet super geheim houden. Dus daar wordt de wetgever wel stevig teruggefloten. En dan moet er een effectieve controle zijn. Ook daar wordt dan een verplichting op de regering gelegd om een heel aantal dingen zelf te melden aan het parlement en dat zo volledig mogelijk te doen. Goed, daarmee kunnen we het eerste deel beantwoorden en dan ga ik heel snel door het tweede deel gaan. Dus de rol van de begroting, dat is het kroonjuweel van de bevoegdheden van het parlement. Men mag niet zomaar dat overdragen door internationale verplichtingen beperken of door de omvang van schulden en borgstelling laten verloren gaan. Bovendien, als het parlement beslist, moet ze dat in principe openbaar doen in plenair, maar er kunnen redenen zijn om daarvan af te wijken. Die moet evenwel een grondwettelijke status hebben, er moet een wettelijke basis zijn en evenredigheid. Dan komen we aan de informatierechten. Hetzelfde stramien. We kijken eerst hoe een parlementaire democratie werkt en wat de rol is van informatie. We kijken naar de cases die we behandelen en wat de principes en de uitzonderingen zijn. Ja, een democratie, dat hebben we gezien. Je wilt controle hebben over de uitoefening van staatsgezag. In een parlementaire democratie doe je dat via je vertegenwoordigers. De uitvoerende macht zal in de praktijk gevraagd worden om al die wetten uit te voeren en daardoor veel omvangrijker zijn dan de wetgevende macht. En dat betekent dat als je de staatsmacht wilt controleren, dat je eigenlijk bijna altijd achter de uitvoerende macht moet gaan, omdat zij degene is die het in de praktijk doet, soms ook achter de rechterlijke macht natuurlijk. Het feit dat je zo'n organisatie hebt van een parlementaire democratie, waar de uitvoerende macht zichzelf dan verder onderverdeelt en bevoegdheden aan agentschappen toevertrouwt en zo, maakt dat je een keten begint te krijgen van actoren achter elkaar die elkaar moeten verantwoordelijk houden. Dus de burger kan zijn volksvertegenwoordiger verantwoordelijk houden. Die volksvertegenwoordiger moet dan het parlement controleren, de uitvoerende macht controleren. De uitvoerende macht, de minister, moet dan op zijn beurt toezicht houden op het agentschap. En je ziet, dat wordt wel een moeilijke relatie. Stel, ik heb toezicht op Lieven, Lieven heeft toezicht op Vincent, Vincent op Simon. Ja, wat heb ik dan nog aan te zeggen aan Simon? Daarvan wordt dan gezegd, ja, de manier waarop je dat oplost, is een probleem van principaal agent. Dus je hebt een vertegenwoordiger, die wilt je aan u binden. En als die vertegenwoordiger vertegenwoordigers heeft, dan wordt dat nog ingewikkelder. De manier waarop je dat doet, is informatie hebben over de laatste in de lijn en al de tussenstapjes over wat die doen. Dus als Simon uiteindelijk de beslissingen mag maken, redden we een bank of niet, dan moet alle informatie die hij verwerft, zou eigenlijk toegankelijk moeten zijn voor mij, omdat ik toezicht zou kunnen houden op Lieven, Lieven dan op Vincent en Vincent op Simon.
En dat, daar moet je begrijpen dat diegene die de bevoegdheid heeft en die dus al die beslissingen maakt, een prikkel kan hebben om informatie achter te houden. Stel nu dat ze een grote vergissing hebben begaan, ja, die gaan daar niet happig op zijn om dan al informatie te verstrekken. En dus ja, de enige manier waarop je die controle echt kan uitoefenen en is als ze weinig mogelijkheden hebben om je die informatie te ontzeggen. Zij hebben alle informatie, zij voeren alles uit op het terrein, dus ze ligt bij hen. Zij hebben de informatie over hun eigen fouten en ze gaan ze niet willen opgeven, dus je moet achter die informatie kunnen gaan. Goed, die moet ook publiek kunnen gemaakt worden, want in het andere geval valt natuurlijk de ultieme sanctie weg. Stel, die informatie gaat van Simon die uitvoert in het terrein, naar Vincent die in de regering zit, naar dan de parlementaire vertegenwoordiger Lieve, maar die mag dat niet publiek maken. Ja, wat betekent dat? Dat ik niet kan zeggen dat mijn parlementair gefaald heeft. Dus ik kan het vertrouwen niet verliezen in de regering. Ik kan daar niet voor een andere partij gaan stemmen. De regering kan haar macht niet verliezen. En Simon kan eigenlijk gewoon blijven verder doen. Want Vincent wordt niet verantwoordelijk gehouden op het einde van de rit. Dus de regering wordt niet verantwoordelijk gehouden voor haar daden. Als het niet gecommuniceerd mag worden naar het publiek. Dus ja, je ziet dat geheimhouding op het niveau van het parlement echt een uw democratie eigenlijk handicapt maakt. Dat is iets dat het ultieme doel verliest, namelijk dat volk en niet de vertegenwoordigers bepalen wat er gebeurt. Vier zaken terug. ESM, daar zit een heel problematisch een aantal problematische clausules in. Er wordt een beroepsgeheim opgelegd voor de vertegenwoordigers van Duitsland in die instelling. Dus er zit een Duitser die alles weet bij wijze van spreken en hij mag niks vertellen. Daarnaast hebben we onschendbaarheid van officiële papieren en documenten. In Duitsland ontvangt dus van alle documenten, maar die mag ze niet aan het parlement geven. Bovendien staat daar dan ook nog eens een artikel in dat zegt die geheimhoudingsplicht en die onschendbaarheid van die documenten, die moet zo ruim mogelijk worden uitgelegd. Ja, u voelt het daar al aankomen, dat gaat het Hof niet laten passeren en gaat ze zeggen, dat klopt misschien, maar je moet toch nog alles door naar het parlement laten doorsturen, in het andere geval mocht je niet stemmen met het verdrag. Dus de partijen vragen daar, ratificeer dat niet, en het Hof gaat dan eigenlijk volgen en zeggen, je mag dat maar ratificeren als je bepaalde voorwaarden oplegt. Hoe SOFIN dat hebben gezien, dat was een reddingsfonds voor de financiële crisis, die staatswaarborgen voor herfinanciering, herkapitalisatie en risicoovername voorzag. Ja, goed. Dus dat fonds had een aantal banken gered. En dan vroegen een aantal parlementariërs, ja, maar hoe was het toezicht voordien? Was het toezicht van de toezichthouders, zoals dan BaFin en de Bundesbank, was dat voldoende? En die mensen kregen eigenlijk geen antwoord, die parlementariërs. Of ze kregen een antwoord dat ze niet aan het publiek mochten mededelen, of het was een antwoord dat totaal onbevredigend was voor hen. En ja, als je de antwoorden leest, kan je moeilijk ongelijk geven. Daarnaast hadden ze ook vragen over een specifieke reddingsoperatie. Die was gebeurd door de IKB. Die hadden, dus dat was een bank, men had die privaat proberen te redden. Daarna had men die publiek proberen te redden. Men heeft het dan toch terug doorverkocht en dus de redenen van het doorverkoop en de prijs, daar waren ook vragen over gekomen en dat was ook een grote niet geworden op het request. De laatste case spreekt helemaal tot de verbeelding, denk ik. Dat gaat over de Grexit. Op een bepaald moment werd de vraag gesteld. Goed, de Grieken zien de voorwaarden die we nu opleggen om hen terug geld te lenen niet zitten. Wat is plan B? Als ze nu zeggen, we moeten het geld aan die voorwaarden niet hebben, wat doen we dan? En dus dat is besproken in de regering en daar werd gezegd, ja, als de Grieken graag hun schulden herschikken, dan gaat dat buiten de eurozone moeten gebeuren en dan gaan we dat toelaten. Dus als ze daarachter vragen, gaan we dat geven. Dat is geen kleintje, hè, de Grexit. Dat zou je als parlement toch willen weten. Dat men van plan is om dat te gaan voorstellen. Daar wordt een nota van uitgeschreven door het ministerie van Financiën. Die circuleert in de eurogroep en daarna in de eurotop, want je ziet ook dat er zinnen gewoon letterlijk terugkomen in de verklaring die nadien wordt aangenomen. Ja, dat lekt natuurlijk ook in de pers.
Het parlement wordt maar ingelicht op het moment dat het al te laat is, waar het een fait accompli is, wat men heeft bedisseld. En het parlement heeft dus nooit de kans gehad om standpunt in te nemen over de Grexit. Vinden wij dat een valabele optie? Het opbreken van de eurozone, vinden we dat dus een valabele optie? Vinden we het oké dat we in de toekomst tegen elk van ons kan vertrekken? Vinden we dat dat kan? Ze heeft daar geen kans gehad om standpunt in te nemen. Ze heeft geen kans gehad om de minister daaraan te binden. Goed, het is niet tot een Grexit gekomen. Maar op dat moment moet er toch een verduidelijking komen van de verhouding tussen parlement en principes, u kan het al voorspellen, u moet zo ruim mogelijk de informatieplicht invullen. In principe moet alles openbaar kunnen gemaakt worden en zo snel mogelijk informatie overgedragen worden. En dus bijvoorbeeld in deze case van de Grexit, op het moment dat daar iets op papier had gestaan en men dat bedoeld was om naar de onderhandelingen te brengen, had men dan naar het parlement moeten doorsturen. Men had dat gewoon moeten voorwaarden, onmiddellijk, dat daarover kon gediscussieerd worden. Goed, men kan dan beperkingen op die ruime omvang, publiek en karakter. We kennen die beperkingen al, want we hebben dat net gezien. Hè. Dat zijn belangen van grondwettelijke status en wettelijke basis en proportionaliteit. Een bijkomend iets is natuurlijk, je kan geen informatie opvragen bij een dienst die niet bevoegd is. Die omvang... Goed, zo ruim ook, dat hebben we al grotendeels gezien. Ja, dat zullen we skippen. Wat is het gevolg daarvan? Dat men dus dat beroepsgeheim en die onschendbaarheid van die documenten is een probleem als dat kan ingeroepen worden ten aanzien van het parlement. En dus moet er een verklaring van voorbehoud opnieuw hiervoor worden gemaakt. SOFIN, die had ook geheime informatie moeten delen met het parlement. En bij de Grexit had er een melding moeten gebeuren voor men daarmee naar de eurotop was geweest. Want het klopt dat de regering het buitenlands beleid daar de vertegenwoordiger is. Maar voor de Europese integratie heeft het parlement de eindverantwoordelijkheid en moet zij de lijnen bepalen. En dat kan maar als je op voorhand geïnformeerd wordt. Dat wordt ook bepaald in de Duitse grondwet. Hè. Dus voor bijvoorbeeld verdragswijzigingen moet het Duitse parlement constant over de onderhandelingen geïnformeerd worden, zodat zij de minister kan zeggen, dit zijn voor ons de lijnen waarbinnen u moet blijven en de minister daaraan kan binden. Goed, dat openbaar karakter, we hebben al gezegd waarom dat belangrijk is en hoe omvangrijk dat is. Zo vroeg mogelijk, dat hebben we ook aangegeven om dus te kunnen interveneren. Ik begin te begrijpen waarom ik er dus snel over kan gaan. En voor de Grexit had er dus voor de eurogroep samenkwam een melding aan het parlement moeten gebeuren met dat document in bijlage. Bevoegdheid. Er is maar één dingetje, allee, misschien twee dingetjes die jullie moeten onthouden. De vraag valt het onder de federale bevoegdheid. Ze kan niet zeggen, oh, dat zit bij de spoorwegmaatschappij, en dat is een private vennootschap, dus wij kunnen daar geen informatie van opvragen. Daarvan zegt het of, ja, als het onder uw controle staat, dat het dan private of publieke rechtspersonen zijn, dat maakt niet uit. U moet die informatie maar opvragen. Ook bij onderhandelingen moet dat gebeuren en de reden is natuurlijk, men wil om die omzeilingen voorkomen. Ook als men zijn bevoegdheid niet uitoefent, maar het in de bevoegdheidssfeer ligt, heeft men ook bepaalde verplichtingen. Die uitzonderingen, dat hebben we eigenlijk denk ik voldoende besproken reeds. Dat kunnen we ook skippen. Ja, belangen van grondwettelijke status, die zijn eigenlijk nog wel belangrijk om daarover te gaan. Normaal mag je grondrechten beschermen. Maar, en dit is wel een belangrijke, de overheid zelf heeft geen grondrechten in Duitsland. Met uitzondering van universiteiten, het is in principe, er zijn terug uitzonderingen natuurlijk. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat de Duitse spoorwegen, die onder overheidscontrole zijn, zich niet kunnen beroepen op de beroepsvrijheid, want de overheid heeft geen grondrechten, de grondrechten zijn er om in te roepen ten aanzien van de overheid. Daarnaast heeft de uitvoerende macht ook een kern van bevoegdheden, dat wordt ook erkend, waardoor je een geheimhouding die je niet onder het recht van privacy kan brengen, mogelijk wel daar kan brengen met dan een andere invulling. Tot slot wordt nog het gezegd op een moment, ja, maar de federale regering komt op voor het staatsbelang en dus wat in het staatsbelang is, moet soms geheim kunnen gehouden worden. En daarvan zegt het Hof ook, nee, die redenering gaat niet op. Het
staatsbelang wordt niet enkel gecontroleerd door de regering, maar ook door het parlement wordt die waargenomen. En dus moeten dingen die van staatsbelang zijn, zoals geheime diensten en zo, ook aan de informatie op zich aan het parlement worden medegedeeld. Goed. Als er dan dingen geheim gehouden moeten worden, moet het parlement zelf een afweging maken tussen de publieke belangen bij die geheimhouding en de belangen om informatie in de publieke sfeer te brengen. En dat moet in een specifieke wet gebeuren. Het is niet voldoende, dus de regering is soms schaamteloos. Die had in haar overeenkomst met de Duitse spoorwegen ingeschreven dat er een geheimhouding was bij de regering. Dus die had zichzelf via een contract een verplichting opgelegd om geheimhouding te hebben. Daarvan zei Tof, dat kun je natuurlijk niet, want dat kun je overal inschrijven ten aanzien van iemand dat je geheimhouding verschuldigd bent. En dan kun je niks meer meedelen aan het parlement. Dus dat gaat natuurlijk niet. Dat was ook een richtlijn van de Bundestag. Dus dat was wel van het juiste orgaan, maar niet het juiste instrument. Het moet een wet zijn. En dan had men zich ook proberen te beroepen op de Bankenwet en de Beurswet. En daarvan zegt het Hof, nee, dat is te algemeen. U moet specifiek die afweging gaan maken over de geheimhouding en het publiek zijn van informatie in de relatie tot een parlement. De proportionaliteit, die moet ook afgewogen worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat er redenen kunnen zijn tot geheimhouding, maar dat er langs de andere kant niet alleen het belang is van een publiek debat, maar ook het belang van een gelijke deelname van de parlementsleden. En dat dat de reden is waarom je niet zomaar parlementsleden mag uitsluiten van het beslissingsproces en dus ook niet van de informatie die zij verkrijgen. Eigenlijk zouden alle parlementsleden al informatie toegang toe moeten hebben, tenzij natuurlijk je in die uitzonderingen zit. En zouden alle parlementsleden ook dezelfde rechten moeten hebben? Als je natuurlijk slechts een commissie toegang geeft tot informatie, wordt er gediversifieerd in de rechten van parlementsleden. En dat heeft men bij voorkeur niet. Dat betekent niet dat je niks geheim kan houden, maar daar moet er dus goede reden voor zijn. Er zijn dan dus twee opties om het aantal oren en ogen te beperken. Je kan iets naar een commissie brengen, achter gesloten deuren. Of je kan iets deponeren bij de Dienst voor de Geheime Documenten. U begrijpt, commissie achter gesloten deuren is een beperkt het recht van de meeste parlementsleden om die informatie nog te krijgen. Terwijl als je deponeert bij de Dienst voor Geheime Documenten, voor de inzage van geheime documenten, de meeste parlementsleden toch hun bevoegdheid behouden. Dus je ziet dat daar minder sterke beperkingen zijn. Goed, dan hebben we het tweede ook beantwoord. Dus zo ruim mogelijk informatie geven. Je moet die publiek maken, zo snel mogelijk, maar er zijn uitzonderingen. Als ze niet bevoegd zijn, of als er goede redenen zijn. Je moet er van een constitutionele status zijn, wettelijk afgewogen en strikte evenredigheid volgen. Goed, dan gaan we over naar de vragen.